Nick en Stephanie nemen het tegen elkaar op in griezelige Halloween-challenges. Kunnen zij het hoofd koel houden of zijn ze angsthazen? Nick en Stephanie, dit is de nieuwe angsthazen-challenge. Okay. Die zijn onderweg naar een eeuwenoud grottenstelsel met duizenden gangen. Eeuw. Onthoud dus goed waar je hebt gelopen, want als je verkeerd loopt, vind je de weg nooit meer terug. Staat hahaha, maar ik dacht... Ja. Sausje eroverheen. Leuk, niet. Goed gedaan. Diep onder de Limburgse straten bevindt zich een groot doolhof. Dit zijn mergelgrotten. En hoe leuk en avontuurlijk die grotten ook klinken, er liggen grote gevaren op de loer. Zo kan de grot zomaar instorten en is de kans om te verdwalen in de ontelbare gangen erg groot. En mocht je verdwalen, dan heb je ook nog eens geen bereik om iemand te bellen. Hoe zijn die grotten ontstaan? Zijn die gebruikt in de oorlog of zo? Of zeg maar waarom? Nee, dit is gewoon natuur. Is dit door de natuur ontstaan? Ja. Dat meen je niet. Er zitten toch overal gewoon gaten in de grond en alles? Dat is toch gewoon logisch? Okay. Is het in de oorlog gebruikt? Ja, dat is een goede vraag. Stef die denkt dat het gewoon door mensen is gemaakt en dat er geen grotten bestaan in Nederland. Maar dat geloof ik niet. Een goede vraag. Toch ook gewoon loopgraven en zo? Ja, maar je ziet echt die grotten waar al die dingen aan hangen en zo. Dat is gewoon, zit altijd, ja. Maar hebben we dat in Nederland? Ja, daarom. Dat is het zieke. Ja, wist ik echt niet. Zo leer ik nog wat over. Ja. Hij maakt me nog belachelijk. Nee joh, het zijn natuurlijke grotten en wat zeg jij, oorlog? Zo vervelend. Maar het is oké, weet je. Het is oké, Nick. Je mag gewoon... Dat is Nick. En die moet je ook zo aan je voorbij laten gaan. Hallo, Limburg! Dit is Walter. Walter is tientallen jaren gids en kent deze spooky grotten op zijn duimpje. Ben jullie er klaar voor? Ja. Ja. Jullie weten wat je gaat doen? Natuurlijk. We gaan een grot in. Nee. Huh? Nee. We gaan een steenkolenmijn in. Nee. Huh? Er zijn geen grotten in Nederland. We noemen het grotten, maar het zijn eigenlijk steenmijnen. Ze hebben hier de steen uitgehaald om huizen van te bouwen. Ja, blijkbaar bestaan er toch geen grotten in Nederland. Dus het is gewoon een stenenmijnen zijn. Je moet altijd met iemand zoals mij meegaan. Oké. Okay. Een gids. Ja. Want hoeveel kilometer denk je dat je ongeveer een grotten hebt hier? Groeven, mijnen. Paar honderd meter. Paar honderd meter. Nou, in heel Zuid-Limburg, zeg maar, heb je ongeveer 600 kilometer aan grotten. Nee, dat meen je niet. Oké, okay, dus je kan wel aardig de weg kwijtraken dus. Je kan wel aardig de weg kwijtraken. Maar weet je, ik zal over mijn hart strijken. Ik zal jullie een stukje laten ervaren hoe het is om alleen in de grot te zitten. Volg mij maar deze kant op. Yes. Zo, dan komen we binnen, jongens. Loop alvast maar een stukje door tot aan het einde van de lampjes. Het is gewoon één weg terug tot nu toe. Ik heb een supergoed fotografisch geheugen. Ga maar eens even zitten. Wat denk je wat het grootste probleem is als je de weg kwijtraakt? Paniek! Paniek? Geen zuurstof! Nou... Geen voedsel! Dood en verstikking! Als je geen licht hebt, dan wordt het een heel groot probleem. Geen licht! Geen licht. En hebben jullie licht bij je? Ja! Ja, natuurlijk. Waar heb je je licht bij? Zaklamp, telefoon. Op mijn telefoon. Dus wat gaan we doen? We gaan de telefoons even inleveren bij mij. Nee, want mijn telefoon... Die krijg je daar. Ligt nog in de auto. Maar wacht heel even. Want het is echt heel donker. Ja. Ja. Maar ik heb een verrassing voor je. Oké. Okay. Oh. Ik heb een doosje lucifers. Oh. Met vijf? Met vier lucifers. En hij zegt tegen ons, nou, leef je telefoon maar in. En weet je wat je daarvan terugkrijgt? Vier lucifers. Ik zeg, nou, bedankt Walter. Daar heb ik helemaal niks aan. We gaan eens de grotten in. En dan denk je dat is spannend. Maar het kan ook wel eens fout gaan. Hè? Het kan ook wel eens heel erg fout gaan. Er zijn wel eens mensen verdwaald in de grotten die ze niet meer zo fris naar buiten hebben gehaald. Maar ze zijn nog wel naar buiten gekomen. Ja, het is helaas wel eens één keer gebeurd dat mensen dat niet overleefd hebben. Dus, is dat dan een goed moment om zelf ons alleen hier achter te laten? Denk ik niet. Maar Walter's timing is sowieso niet echt lekker. Ik ga zo dadelijk hier een 100 meter ongeveer verderop staan. Ja.
En aan jullie de taak, als ik eenmaal roep, kom maar, om mij te zoeken. Ik roep jullie. Ja, Oké. Ik weet de weg denk ik wel gewoon weer terug. Ja, dat zeg je nu wel, maar we kijk, in het licht zie je inderdaad de tekening, maar als het donker is, je hebt geen licht, je hebt 4 lucifers. Ja, rustig maar. Paniek helpt heel even nu niet. Heb je hier weinig zuurstof of ligt het gewoon aan mij? Niet kap nou eventjes. Au! Kom op. Ja, dit helpt vooral als wij elkaar pijn gaan doen. Nee, even, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Walter! Ja. Kom maar! Oh, ik zie helemaal niks, Niek. Ik zie helemaal niks. Holy is het eng? Nee, het is niet eng. Dit is zo raar. Het is gewoon heel raar. Zullen we elkaar dan wel vast blijven houden? Nou, dat doe ik eigenlijk ook niet. Ja, wel gewoon een beetje zo. Ja. Oké, zullen we gewoon gaan lopen? Ja. Oké. Ik heb ook het gevoel dat ik mijn hoofd ga stoten. Nee, want als je niet... Maar laten we dan een lucifer opsteken. Hoezo? We weten, dit wisten we nog echt, want ik heb dit gewoon gezien. Nee, ik weet het nog wel. Tuurlijk weet ze het niet. Ze zegt dat ze een fotografisch geheugen heeft, maar als je geen foto's kan zien, dan kan je ook niks onthouden, hè? Wacht even, ik vind dit heel raar. Voel je iets? Dit is een muur. Oh. Huh? Oh, wat erg! We kunnen nooit meer... Oh, maar hij is niet helemaal naar het begin gelopen, toch? Hè? Wacht even. Daar, gewoon rechtdoor. Nee, maar... Huh? Ah, stop! Waarom je dat? Oh! Wie? Sst. Oh, Niek! In ieder geval... Steek even een lucifer op, dan ben ik er klaar mee. Nee, maar wacht heel even. Niet lachen, wie is dat? We hebben er maar 4. Ga niet weglopen van mij. Je ziet gewoon niks. Zwarter dan zwart. Nikser dan niks. Of zullen we nu eentje opsteken dat we zeker weten dat het goed is? Ja. Dus welke kant is dan de... Oké, daar gaat-ie. Hey. Ja, die kant op. Het enige licht wat zo'n lucifer geeft, is ongeveer zo'n ruimte. Waarom gaat hij uit? Je moet hem een beetje op zijn kop houden. Een beetje op zijn kop houden, dan, ja. Het loopt dood. Snel terug. Hierheen. Niek! Wat doe je? Ik kan niet snel lopen, want dan... Hou hem hoog. Gaat hij iets minder snel? Ik zie niks! Ja, beetje naar beneden dan? Kom, geef mij dat ding. Je kan het helemaal hier. Niet. Nee, dat klopt. Hij is uit. Ik vind het niet meer leuk. Waar zijn we? We zijn maar 3 stappen verder, Niek. Hoe kan dit? Niek, ik meen het nu even. Ik flip hem nu een beetje. Ik dacht dat we goed liepen. En uiteindelijk liepen we de hele andere kant op. Oké. Ja, sorry Walter, we waren even in de verkeerde afslag. Ja, oké, maar kijk. Nee, ik ga op het geluid. Wacht nou heel even. Oké. Als ik hier in mijn eentje zou zijn, dan denk ik dat ik binnen 5 minuten flip. Nou, eerder denk ik. Na 1 minuut. Hé? Hoi! Hé, we hebben hem gevonden! Ja, eindelijk iemand die blij is om mij te zien. Hé, Jezus! Waar zijn we? Letterlijk 75 meter af van het punt waar je begonnen bent. Toen wilde Walter nog een stapje verder. Leuk. Ik heb een verrassing voor jullie. Ik heb een touw. Dat touwtje dat loopt van muur naar muur. Ja. En weet je wat het gekke is als het licht helemaal uit is? Je bent hier in de duisternis, maar je gaat ook dingen zien en dingen horen in de duisternis. Je wordt helemaal, je draait, je eigen fantasie neemt de loop. Je denkt dat je stemmen hoort, je denkt dat je mensen ziet. Maar als ik het touw gewoon volg, is er niks aan de hand? Nou, niks is een groot woord. Oké. Maar er kan je niks gebeuren. Ja, maar niks is een groot woord. Ja. Leuk jullie gekend te hebben, jongens. Jongen. Gooi je licht uit en gaan we. Nou, voetje voor voetje. Oké, let's go. Ik snap nu al niet meer waar dat touwtje gaat. Waar gaat dat touw heen? Wow. Hoe kan dat? Want net zag je nog... Ik ben bang dat ik tegen een muur aanloop, maar dat kan helemaal... Oh ja, jawel. Dit is een muur. Ja? Dit is heel intiem. Wie zijn hand is dit? Ik geloof totaal niet dat Stef iets heeft gevoeld. Misschien was het toevallig mijn arm of zo, weet ik van wat. Wie zijn hand is dit? Geen idee. Doe eens normaal. Zij maakt zichzelf heel snel gek, hè, in haar hoofd.
Dus ik heb het idee dat zij best wel op het randje staat om gillend weg te rennen. Oh, nee, niet. Ik vind dit eng. Moet ik voorop? Ik loop wel gewoon. Oh, mama. En hier was ik zo bang voor. Stef is het aan het kwijtraken. Eeuw! Eeuw! Gadver! Ik wil geen contact! Er zit iemand aan met een snuffel of zo, man. Doe normaal! Doe normaal! Iemand zat aan me te snuffelen. Ja, dat kan toch? Dat kan niet. Oh, jongens, waar is dat touw? Walter kwam op een hele subtiele manier tevoorschijn waar ik totaal niet van schrok. Hier. Ah, ik schrok echt heel erg. Dat is het eerlijke verhaal. Oh, wat is er? Nee, iemand zit achter me. Ik zweer het! Ik ben toch niet gek geworden? Dat raap je daar niet! Dat is de camera. Nee! Wel. Echt niet! Ik heb alleen maar niks soort van zo vastgehouden en achter me aangelopen. Als een poesie. Stef, het touw hangt hier op. Oké, hoezo houdt het hier op? Weet ik niet. Komt iemand aan. Stelletje, ongelofelijke watjes. Ik was niet bang, hoor. Ik zei het je in het begin, duisternis doet van alles met je. Hè? Je bent jezelf al een beetje gek aan het maken en dan hoor je van alles, je ziet van alles. Ah, ik had het niet, hoor. Nee, jij niet. Jij was heel rustig. Ik ben niet groot en ik had het niet, hoor. Ik denk dat jullie nu wel in de gaten hebben dat je dus één ding absoluut niet moet doen. En dat geldt ook voor al jullie kijkers. Ga nooit alleen een grot in zonder gids. Ja, ik ben wel blij om Walter weer te zien, ja. Blijft natuurlijk een gekkie, maar ik weet wel dat hij jullie weg kent. Walter, bedankt. Zijn we nu klaar? Tot ziens. Ja. Dag. Je mag weg. Dank u. Doei. Ik ben wel gewoon weer blij dat we nu weer buiten staan en licht hebben en zo. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren in Limburg. Ja, maar ineens komt misschien wel een brief zo op je hoofd. Ja. Ja. Gooi hem even hard. Wat is dit? De uitslag! Niek en Stephanie, jullie hebben de uitgang weten te vinden. Maar wie was de grootste angsthaas en wie wint deze aflevering? Nou, de hoogste hartslag. Stephanie! De hardste gil. Stephanie! Dus Niek wint de challenge! Volgens de hartslagmeter is Stephanie deze aflevering de grootste angsthaas. En daarom krijgt ze een spin in haar angstweb. Wie aan het einde van de serie de minste spinnen heeft verzameld, is de winnaar van Angsthazen. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Maar Stef? Ja? Waar is je telefoon? Nee. Ik wacht hier, ja? Ik vind het niet zo chill, Niek. Ja joh, kom goed. Maar wil je echt wachten dan? Ja. Meneer de gids!